Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. In deze aflevering gaan we verder op weg naar Fortree City. We zijn de afgelopen twee afleveringen eigenlijk niet veel nieuws tegengekomen dan eigenlijk vooral hetzelfde als normale game, behalve de Malarkey of zoiets, de evaluatie van Farfetch'd, maar verder geen nieuwe of interessante dingen. Het regent hier wel, wat interessant is voor mijn Skarmory, dat mijn vuuraanvallen iets minder damage doen. Maar toch. Oeh, dat heeft veel damage. Oh ja, ik ben ook steel, hè. Oeh, dat was een crit. Wat? Oh, en ik heb hem geburnt. Dat is wel interessant. Oké. Oeh, probleempje. Oh, dat was een krabat. Een bitch. Ranger Jackson was defeated op 2 HP. Wel jammer dit. Ik krijg van iedereen een nummer, wat irritant is dat zeg in deze game. Oh, dat is een double battle die ik op zich wel wil gaan doen. Hey, een Gloom. Het is een stoned Pokémon. Nou, in de Weather Institute kunnen we zo meteen healen. Dan gaan we voor die double battle. Zoals jullie weten ben ik wel van de double battles. Phil en Rachel hebben Xatu en Ledian en wij hebben Skarmory en Reuniclus. We doen in ieder geval Sizzlebeak en yeah. Echt weinig. Wel geburnt. Is dat 100% burn of zo? What the fuck? Oh, Thunderpunch op een gras. Thunderpunch op een gras, Pokémon. Heel ziek. En Future Sight, oké. We kunnen nog een keer Sizzlebeak doen. De Ledian dood, nice. En de Xatu gaat ook dood zo. Kijk, dat was de Xatu. De Unicus is level 53. Nice. Hyper Potion. Zal ik die eentje geven? Ik had er net vorige aflevering ook al eentje opgepakt. Oh, ik ben er al voorbij net. Top. Leuke Pokémon. Oeh, een Sandtrant. Dat is geen leuke Pokémon, maar wel een Pokémon. Welke Pokémon is dit? Voor de mensen die zich afvragen waarom ik geen Repel gebruik. Ik wil geen speciale of leuke Pokémon. Mislopen, zeg maar. Dat zou ik jammer vinden, vandaar dat ik dat niet doe. Ik ben sowieso niet echt een repel gebruiker, maar... Elixir Ring. Nice. We zijn bijna bij de... Weather Institute.
zonde van mijn Hyper Potion geweest blijkbaar. Nice. Kom maar vechten. Tot nu toe is echt nog alles, of alles, heel veel hetzelfde. Weinig nieuwe gebieden nog. Scherpe pedo. Daar hebben wij tentacooling voor. Al had ik Reuniclus ook wel kunnen gebruiken, bedenk ik nu. Crunch, sterke aanval. Heel veel damage en hij is sneller dan ik, denk ik. Oh nee, ik ben sneller. Nice. Nice, oké, Sharpedo is dood. Oh, nou, dat was de Aqua Grunt alweer. Nou, nog maar even een keer healen als het toch gewoon makkelijk kan, hè, dan doen we dat gewoon. Double battle. Oké. Kom erop. Vier Pokémon. Oké, Martiella en Dewgong. Cool. Yo, die Dewgong is heftig. Wat zal die zijn? Waterdark? Wacht. Rock Smash. En... Magical Leaf. Hij is in ieder geval nog steeds water. Dewgong is gone. Die is nu Dewgong. Wat is je naam nu? Oké. Dan hebben we nog een Mighty Anna. Oké. Okay. Iron Tail. Niet zo veel uit. Even kijken of dat meer doet. Ja, dat doet meer. Oké. Okay. Dat step is waarschijnlijk. Loose mod level 57 alweer. Quillfish. Oh, what the fuck, die is vet. Ik ben benieuwd. Hij ziet er steel uit. Hij ziet er steel uit. Ik denk dat het een steel Pokémon is. Maar we kunnen wel Magical Leaf proberen voor als het geen steel Pokémon is. Oh ja, het is een steel Pokémon. Fire is super effective. Nice. Leuk, leuk. Zo. Nog een trainertje die denkt dat hij ons kan verslaan. Hij heeft een machtige hyena. Ik niet. Oeh, Playruff? Oké. Fairy aanval tegen een steel Pokémon, heel bijzonder. Oké, let's go. Het volgende Poké is... Oeh, lekker Tentacool level 47. Overcharge. Een soort overheat, maar dan de elektrische versie 160. Oh, het paralyzes the user. Hij is wel fucking sterk. Gaan we leren. Oeh, Dewgong.
Laten we meteen overcharge proberen. Nice. Ik ben alleen geparalyzed. Sharpedo. Nou, als we niet, niet kunnen moven door paralyzed zou het jammer zijn. En anders doen we nog gewoon een keer overcharge. Doe wel liquidation bij. Sharpedo ook dood. Nice. Grunt ook verslagen. Nou, dan gaan we wel naar de hoofdcaptain. Of nou, dat is niet waar. Dit is de admin. Admin mevrouw. Shelly met een dewgong. Ja, de Cogwood Scar wil je niet zoveel tegen doen. Doe Reuniclus. Doe een Magical Leafje. Is dewgong gone? Hey, oh, Pursue, dat doet extra veel damage omdat ik switch. Wat? Ik heb hier gewoon gepursued. Oké, nice. Dewgong is gone. Oké, dan is de volgende Pokémon een Gorbis. Een Gorbis. Hoezo is die bitch nou opeens een ijstype? Wow. Nou, hij is wel one hit KO, terwijl het gewoon een ijstype was. Lol. Edmund Shelly is defeated. Oké, nice. Bad enough to make me. Oh. I have a situation here. Oké, flikker op dan. Ik krijg van hem een cast form, maar die cast form wil ik niet. Dus die cast form, die disposen we meteen. Oh. Nee. Ik weet hoe cashforms werken, meneer. Deposit. De cashform. Oeh, die cashform is wel een rare candy. Oh, en even healen natuurlijk. We moeten zo meteen de Mayfight doen. Tenminste, ik ga ervan uit dat de Mayfight gewoon weer in deze game hier zit. Krijgen we Fly, gaan we in Fortree City de gymleader verslaan en niks in de hand. Een elixir! Nou mee, kom erop. Wat heb je er al? Milan, where are you? Ik ben hier. Meestal 5 Pokémon hebben denk ik. Oh, maar 3, oké. Raichu. Ah ja, het regent. Maar dan doen we Iron Head. Oeh, dat is een crit. Ah, oh, en hij heeft Static. Wauw. En Surf? Wat? Wordt hij gewoon vals gespeeld door een Raichu? Holy shit. Oké. Voor een vals gespeeld door een Raichu waar je bij staat. Nou, oh, tuurlijk.
En dit is echt een vals spelende Raichu. En een crit. Wauw, deze Raichu. Holy shit. What the fuck. Wat een vuile bullshit. Espeon. Kom maar hier met je kut, Espeon. Espeon is gone. Nice. Oké, wat de laatste die hij heeft. Clefable. Nu had ik Skarmory wel goed kunnen gebruiken. Ik bedenk me nu dat het in loose mod, ja trouwens, ik ben wel 13 levels hoger, dus nou, dat maakt dus niet uit. Dat doet ook geen damage. Waarom doet het zoveel damage? Doet Moonraiser dan ook veel damage? Mag niet klagen. Oh, hij heelt zichzelf met Moonlight. Niet zo'n beetje ook zeg. Nou, flikker op met je Moonlight. Ik word hier gejordied door een Clefable. Nu zal hij toch geen Moonlight doen, want nu is hij full heal. Dat zou echt raar zijn. Hoezo doet hij Moonlight als hij full health is? Dat slaat toch nergens op? Moonlight. Yo! Wat een bullshit, zeg. Is dat de enige aanval die kan of zo? What the fuck? Hier, lekker voor je Clefable. Level 55. Reuniclus, magic code. Nee. Nou mee, het duurde veel langer dan dat de bedoeling was en dat ik had gehoopt en dat ik had verwacht. Wel de HM van Fly gekregen. Nice. Nou, Scott komt zich er ook nog mee bemoeien.
Even healen. Want Skarmory is gone. Nice. Oké. Er zijn hier nog wel een paar trainers als het goed is. Zoals deze. Deze motherfucker. En hij heeft een Electabuzz. Thunderclapping. IJzeren hoofd, nu. Doe wel iets, doe wel iets. Die regen is hier fucking irritant. Gelukkig zijn we daar bijna vanaf. Sowieso in de gym natuurlijk, maar ook na de gym, na de stad volgens mij is het ook niet meer. It's not very effective. Guitars Fabian is defeated. Hey, hoezo zit er gras in Fortree? Dan moet je vast een goede Pokémon kunnen vangen. Dus dan gaan we eens kijken zo meteen. Een Sixagoon. Level 9 ook, what the fuck. Maar dan je moet die toch iets goeds kunnen vangen, dat kan toch bijna niet anders. Een Spinarak, level 10. Wat? We gaan wel eerst eventjes die goggles halen of dat ding voor Kecleon. Daar moeten we eerst voor vechten, blijkbaar. If you win against me. Ja, ik kan echt wel winnen van jou, hoor. Clarissa heeft een Roselia. En ik een Skarmory. Attack missed! Wat? We missen allebei, nice. Nice, oké. Roselia is gone. En level 44. Nice. En Lucemol level 59. Wailord. Reuniclass. De Blimp. Magische blaadjes. Magische blaadjes. Nice. Wailord is gone. Goeie Pokémon. Nee. Een third. Hey, daar heb je de ocean weer. Verder geen interessante Pokémon, zo te zien. Hey, Steven. Nou, een Kecleon. Is de Shiny Kecleon? Nee. Het is wel voor 30 Kecleon.
En een dode Kecleon, dat is het ook. Devonscope. Nice. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie ik je heel graag de volgende aflevering weer bij Pokémon Blazing Emerald. Adios, amigos!